Hey, leuk dat je kijkt naar een video van Pasje Vertareld. Deze video is voor de vis. In de maand december. Ik ga eens even kijken wat er aan de hand is in de liefde. Of wat je kan verwachten. Kijk ook even op... Oeh, mijn lampje gaat uit. Kijk ook even op Facebook. Oké, kijk ook even op Facebook voor je geschreven lezing. Alles vind je hieronder in de beschrijving. Even gaan kijken voor de vis. Ik ga 3 kaarten leggen uit het romantisch engelendek. Het wachten is de moeite waard. Goddelijke timing is aan het werk in je liefdesleven. Deel je lichthartige energie met anderen. Zielsverwant. Yes, sir. Dit is jouw zielsverwant. Dus ik heb hier te maken met een vis die al een klein beetje in de love is. Oké, draag ik wel. Laten we eens kijken wat hier uit mag komen. Zo te zien zeggen de engelen tegen jou. Ik zou als jou of niet overhaasten. Dit is een goeie. Blijf flirten. De hoge priester op de kop. Zware 2. Koningin van Kelken op de kop. De zegenwagen op de kop. Er is stagnatie momenteel. Komt even niet vooruit. Misschien met een leeuw. Krachtkaart hier op de kop. Oké. Kelk 2 op de kop. Ik heb het idee dat ik hier praat tegen een vis. Die momenteel in separatie zit. Met de zware 2 hier op de kop. Met de zware 2 hier en de rest op de kop. Zegt het tegen mij... Er is momenteel geen, ik heb het idee dat er geen contact is. Dat je wel wacht op deze persoon. Omdat je weet en voelt dat deze persoon voor jou is. Dat wordt hier ook bevestigd, want dit is je zielsverwant. Ik heb wel het idee dat ik tegen jou mag zeggen dat je wel verder moet gaan. In de zin van, blijf niet hangen. Blijf niet stilstaan op één plek, want dat komt niet goed. Dat doe je jezelf niet goed. Ik heb hier juist heel erg het idee dat er tegen jou gezegd wordt dat omdat je momenteel in die separatie zit en jouw gevoel hier eigenlijk bevestigd wordt... dat je niet moet stil blijven staan, maar dat je verder... Jij moet zorgen dat jouw leven blijft stromen. Dat de energie in jouw leven blijft stromen. Hè? Dat je gewoon je dagelijkse dingen doet. Gewoon weggaat met je vrienden. Gewoon jouw dingen doet. Dan komt deze persoon vanzelf weer terug. Dat idee heb ik ook wel. Alleen, ik heb het idee dat omdat je dus vasthangt... In die het niet verder kunnen, in het zogenaamde, ik kan niet verder, want ik heb die persoon niet naast mij. Of ik moet wachten, ik moet hier stil blijven staan en niet vooruit gaan. Want stel je voor dat ik wel een stap vooruit zet en ik ben die persoon kwijt.
Daar moet je uit. Uit die energie moet je uit. Je moet die blinddoek afdoen en jij moet gaan zorgen dat jij gewoon verder kan. Dat je de zee op gaat, dat je gaat varen. Dat je vooruit blijft gaan en niet gaat zitten miepen en stil blijft staan. Dat is wat ik jou mag vertellen. Met de kaart flirten hier. Zeg dit tegen mij. Flirt met jezelf. Flirt met jezelf in de spiegel. Ook met anderen. Weet je, je hoeft niet met iemand een relatie te beginnen. Of je hoeft niet met iemand naar bed te gaan. Even grof gezegd. Als je met diegene flirt. Flirten is iets positiefs toevoegen aan je leven. Flirten is jezelf terugkeren in je natuurlijke staat. Want de natuurlijke staat van de mens is verliefd zijn. Dus flirt. Ga zorgen dat die energie gaat stromen. Misschien heb jij heel erg het gevoel dat je vastloopt. Maar dat is niet zo. Je moet zelf verder gaan. Hier met deze kaart. Het wachten is de moeite waard. Goddelijke timing is aan het werk in je liefdesleven. Dit zegt tegen mij dat achter de schermen gebeurt er nu heel veel waar jij totaal geen benul van hebt. Wat je misschien wel voelt en waar je misschien word je daar wel onrustig van. Maar het is de moeite waard. Dus zorg gewoon dat het blijft stromen. Dat is wat ik voor je heb. Mocht jij jezelf niet vinden in deze lezing, geen probleem. Je kan mij benaderen voor een persoonlijke lezing. Misschien dat op de pagina wel een lezing voor jou is. Kijk even. Ook een tip. Kijk naar je Venus sign. Oftewel, zoek even je geboortechart uit en kijk in welk teken Venus stond op het moment dat je geboren werd. Want Venus is namelijk de ruler van de liefde. Het kan zomaar zo zijn dat deze lezing daarom dus niet voor jou is. En dat jij misschien wel weegschaal in Venus hebt staan op het moment dat je geboren werd. Nu zijn we in Venus. Venus is retrograde. Dus kijk even dan daarnaar. En anders, hieronder in de beschrijving vind je alle info. En let me gewoon, hè. Yep. Volgende keer. Groetjes. Doei.